Zomer, niet zonder risico. Dat zie je hier. Uitglijden van Pelupessi, voordeel. Strieder heeft dat als eerste door. Joosten, nu wel een vrije trap. De overtreding is van Bruns, die zegt ja, maar hiervoor gebeurde ook al iets. Barazit, die inderdaad zelf al vallend Pelupessi nog een duw geeft. Barazit, Jansen en het doelpunt. Daar let de verdediging van Heracles niet op, maar de scheidsrechter wel, want de goal wordt afgekeurd voor buitenspel. En Jansen is alweer snel terug. Hier de vrije trap. Het is geen buitenspel. Geen buitenspel. Doelpunt ten onrechte afgekeurd van Willem Jansen. Belangrijk moment in deze wedstrijd. Dat moet toch op advies geweest zijn van zijn assistent scheidsrechter daar. Dat is Van Roekel. Kuipers kan het zelf niet gezien hebben, maar het klopt dus gewoon niet. Want gelijk is het helemaal geen buitenspel. Pelupessi, Bellassani, Weghorst. Janssens weg en dan is het een doelpunt. Nee, dit was de kans voor Heracles. Dit was een grote kans voor Wout Weghorst. Amrabat, Troepé, Drosten en weer Utrecht. Joosten, Castro. Opvallend dat die jonge spelers bij Utrecht het zo goed doen. Geldt voor Amrabat, Joosten en Troepé. Toch nieuwe namen dit seizoen in het eerste elftal. Strieder, Amrabat. Overtreding trouwens werd er gemaakt op Strieder. Door Goossens. Stegeman gaat nu ontzettend tekeer tegen alles en iedereen. Riskeert dat hij weggestuurd wordt. Sterker nog, hij moet weg. Dat is dan toch wel heel erg onhandig. In zo'n cruciale wedstrijd dat je zo tekeer gaat. In dit geval tegen Ten Hag. Kijk, daar applaudisseert hij nu nog even voor. Duimpje omhoog. Kortom, hij heeft zichzelf totaal niet onder controle. De coach van Heracles. En dupeert zijn team door daar te moeten vertrekken. Hij reageert op iets wat Ten Hag gezegd heeft, maar hij moet het gewoon niet doen. Dat is helemaal opmerkelijk nu natuurlijk. Robbie Alfle is de baas nu op de bank bij Heracles. Een jaar geleden zat hij daar namens FC Utrecht. Joosten komt nu van eigen helft, maar is snel. En Barazit loopt zich daar vrij. Krijgt hem nu wel via Allaire. Ludwig! Wat een spetter! Stegeman, die al naar binnen is, heeft dit niet kunnen zien. Ludwig, fantastisch geraakt. Daar komt Heracles heel goed weg. Opslag van rust. Bart Ramselaar links. Pechvogel. Kuitblessure. En dus heeft hij zich ook moeten afmelden voor Nels Elftal. Poging van afstand. Van Amrabat. En Zomer. En Weghorst. Weghorst. En die wordt zo goed gehinderd dat hij niet kan schieten. En zelf vindt hij dat een penalty waardig. Kuipers loopt daar mee en heeft er toch een goed zicht op. Weghorst heeft die bal mee. Daar komt Van der Marel en die raakt de bal. En sowieso is de intentie richting de bal en niet Weghorst. Die gaat wel naar de grond. En daar denkt Van der Marel weer het zijne van. Allaire kan zich nog niet echt onderscheiden in dit duel. Goossens heeft ten koste van een overtreding en de bal afgenomen. Natuurlijk, Barazit. De bal blijft binnen. Allaire. Is dat Hens Troepé? En de aanval gaat verder. Ludwig. En Castro. Is het Hens van Goossens? Björn Kuipers vindt van niet. Hier Troepé. Daar de handen van Goossens, ja, daar kun je een penalty voor geven. Heracles heeft nu twee echte spitsen in Gladon en Weghorst. Dat kan helpen in deze situaties. Een Zomer is er ook nog. Goossens weet dat, dus gooit hij hem hoog voor de goal.
teruggelegd. En wie drukt eraf? Aangeraakt die bal. Inzet van Navratil. Heracles heeft één goal nodig. Gladon, Weghorst en Zomer. En deze gaat erin. Bruns. En die bal wordt van richting veranderd door Willem Jansen. Pet Marek is geklopt. Dit kan een doelpunt zijn dat Heracles voor de eerste keer in de geschiedenis in het Europees voetbal gaat brengen. Hij is nu al de pechvogel van de wedstrijd. Willem Jansen, zijn terechte goal afgekeurd. Nu raakt hij deze bal aan. En bovendien, Jansen speelde al eerder twee keer na competitie in zijn loopbaan met Roda en Twente. Beide keren verloor hij in de finale van FC Utrecht. Nu zou het wel eens de derde keer kunnen zijn dat het misgaat in die play-offs vlakbij Europees voetbal. Goossens natuurlijk zoekt het in de lucht. En het is toch steeds gevaarlijk met Gladon en Weghorst naast elkaar. Utrecht heeft er daar lastig mee. Hoekschop, in te koppen, Weghorst en Bednarek. Die Poolse doelman zeer bekritiseerd en ook niet ten onrechte. Maar nu redt hij Utrecht toch wel even. Want als deze bal erin was gegaan, dan was het afgelopen. Het kan nog steeds nu Gladon en Bednarek in tweede instantie. En Bednarek naar de inzet van Weghorst. En nu is die Pool ineens de helft. Redding 1, Bednarek. Redding 2, die Poolse doelman. En dan nog maar nummer 3. Gladon, door twee man bijna onder het gas gestopt. Bellasani. En Bednarek op de lat. Wat een merkwaardige bal natuurlijk aangeraakt. Dan lijkt die doelman dat gevaar te kunnen keren. Maar het is de lat die redt. Gladon mag verder. Geen buitenspel. Dit wordt 2-0. Dan is het beslist. En het is 2-0. Paul Gladon benut de kans. En met nog 6 minuten te spelen is het eigenlijk wel afgelopen hier in Utrecht. Jan Smit is ook zeker van zijn zaak. 2-0. Bij Utrecht gaat alles mis in de tweede helft. Eigenlijk vanaf de treffer van Bruns. Het elftal is de kluts kwijt. Het zelfvertrouwen kwijt. En Heracles profiteert daar perfect van. Natuurlijk, nu is de ruimte daar. En daar de goede paas op Gladon. Geen buitenspel. En die heeft het al een paar weken op zijn heupen. Het is 2-0. Europa, u bent gewaarschuwd. Almelo komt eraan. Het is nog net niet het sprookje van Leicester, maar veel scheelde toch niet. Afgelopen jaar bijna gedegradeerd. Dit seizoen voor de winterstop een geweldige serie. En daarna leek het mis te gaan met het team uit Almelo. Maar het herstelde zich. Het plaatste zich voor die play-offs. En sterker nog, het wint die play-offs. Geweldige prestatie van een team dat het hele jaar ook heel goed voetbal heeft laten zien. Onder leiding van deze trainer, John Stegeman. Utrecht krijgt een ontzettende tik. Heeft eigenlijk ook een goed jaar achter de rug. Maar het houdt er helemaal niets aan over. Feest in Almelo. Morgen op de platte kar. Door de stad, of is het door het dorp.